Of heeft Noor nu? We hadden toch afgesproken dat we naar die workshop gingen gaan. Ja, ik ga niet meer wachten, Noor. Ik ga wel alleen. Onze toerist is zijn reisbuddy kwijt. Daarom beslist hij om naar een 3D-workshop te gaan. In de hoop dat hij haar zo zal kunnen vinden. Ah, dat is heerlijk voor die workshop. Ga maar naar binnen, dan. Dus u bent hier een professioneel 3D-filmer? Ja, ongeveer. Ik kom hier de workshop geven over 3D-film. Ja. En vindt u dat leuk om dat te doen? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Kijk maar hier achter. Het is ontzettend leuk om te doen. En wat geeft u dan van uitleg? Nou, eerst hebben we een stukje verteld over hoe je überhaupt diepte kan zien. Diepte in de echte wereld en daarna op een plat scherm. Want hoe werkt dat nou eigenlijk, diepte zien? Dus dat hebben we ze verteld. En nu gaan ze zelf aan de slag met een 3D-film. Ja, ik ben eigenlijk mijn vriendin Noor kwijt. Zou u weten hoe ik haar terug kan vinden? Noor. Ik heb hem volgens mij niet gezien. Maar ik heb misschien wel iets... Ik heb hier een 3D-bril. En ik denk dat je haar daar wel mee gaat terugvinden. Oké, bedankt. Alsjeblieft. Ja. Succes. Nee, maar gelukkig heb ik dat op deze toekomst wel teruggevraagd.